dankjewel. Annette, ik word er bijna verlegen van. Allereerst wil ik natuurlijk Bureau Voorlichting Binnenvaart feliciteren met deze mooie zilveren mijlpaal. En er is heel veel tot stand gebracht, daar zal ik zo wat over zeggen. Maar er is zeker één persoon die daar veel aan bijgedragen heeft. Met een enorme gedrevenheid, ook nooit schromend om direct contact op te nemen. Soms als een pitbull aan je pijpen bleven hangen. Maar Kees, ik heb het contact altijd erg gewaardeerd. En ik wil je hartelijk bedanken voor de samenwerking tot nu toe. En mooi is dat jij, zelfs als je je afscheid aankondigt van je formele rol, dat je nog weer een nieuwe ambitie op tafel gooit. Zo ken ik je ook, als we net klaar waren met onderhandelen, dan kwam er weer een steentje bij. En ik moet zeggen, volgens mij heeft de organisatie daar heel veel aan jou gehad, aan die vasthoudendheid. En zal het misschien nog hebben. Dames en heren, toen Bureau Binnenvaart, Voorlichting Binnenvaart werd opgericht, toen had ik nog niet zoveel met binnenvaart, wist er nog niet zoveel van af. Dat was lang geleden voor mij. Maar al wel met het water was in de periode dat ik en zelf veel van water hield. Maar daarna ook als wethouder in Leiden me bezig hield met het beter bevaarbaar maken van de stad. Ik vond het heel belangrijk dat alles wat een beetje op slot zat, de bruggen die te laag zaten, dat het allemaal weer omhoog zou gaan. En dat was dan niet voor de binnenvaart. Af en toe een Rijnaken kwam je tegen in de stad, maar verder niet. Echt was dat natuurlijk voor het toerisme. Maar het was voor mij wel heel belangrijk om meer gebruik te maken van het water, waar de stad zich lange tijd afgekeerd had eigenlijk van het water. En inmiddels is voor mij water een van de meest fascinerende onderwerpen in mijn portefeuille. En er wordt vaak wat, allemaal niet zo politiek, maar uiteindelijk is het wel een van de meest essentiële onderdelen van wat wij doen, vind ik. Want als we onze voeten niet droog houden, als we ons niet beschermen tegen overstromingen, ja, dan kunnen we economisch gezien nog zoveel willen. Dan gaat het toch niet helemaal goed. Het is een vriend en het is een vijand, maar het belangrijke is ook dat water een hele belangrijke economische rol speelt. En dat wordt nog wel eens vergeten, behalve natuurlijk in jullie sector. Want de binnenvaart, die weet precies hoe belangrijk het water is en hoe belangrijk het is of het hoog staat of of het laag staat. En daar gaan we zo nog even wat dieper over hebben. En die rol van het water is niet alleen voor Nederland, ook internationaal is het erg belangrijk. Het is fascinerend hoeveel landen bij ons op de stoep staan om onze expertise te vragen of het gaat om de overstroming, of het gaat om waterkwaliteit, maar ook of het gaat om wat doen jullie nou eigenlijk met al dat vervoer over water. En soms vergeet je dat wel eens en daarom is het ook goed om in het buitenland te zijn, want ik was een maand geleden in Colombia en daar kijken ze echt met grote ogen naar de hoeveelheid vracht die wij over water vervoeren. En je moet je voorstellen, het is een groot land, er gebeurt heel veel, maar zij vervoeren niet meer dan 2% van hun goederen over water. Terwijl dat land echt doorkruist wordt door allemaal rivieren. En ja, vroeger deden ze het wel en in de loop der jaren is dat volledig verdwenen. En ze willen dat graag verbeteren, ze willen eigenlijk precies weten hoe we dat nou doen. Ze willen natuurlijk ook dat we ze helpen om die rivieren weer te stabiliseren en te verdiepen en uit te baggeren. En we zijn nooit te beroerd om daar wat bedrijven naar toe te sturen. Maar vooral ook het concept en het logistieke concept. En hoe doe je dat dan? En dat is ook logisch, want vervoer overweg in zo'n bergachtig land is natuurlijk ontzettend kostbaar. En ik weet niet of u het weet, maar het is goedkoper om een container van Rotterdam naar Colombia te sturen over het water dan van de ene kant van Colombia naar de andere kant van Colombia over de weg. Het is echt extreem. En dat soort besef is heel erg belangrijk om te weten. En na zo'n bezoek realiseer ik me eigenlijk nog sterker hoeveel van belang de sector is in ons land. Hoe doorslaggevend dat water nou eigenlijk is. Hoe cruciaal voor onze economie het is dat we grote mainports hebben die we met 5000 kilometer aan vaarwegen verbinden met allerlei andere gebieden, met grote industriegebieden in Europa en grote bevolkingscentra. Hoe fantastisch ons netwerk van vaarwegen is en dat het door de slimmere terminals, het is niet alleen meer terminals, maar vooral ook de slimmere terminals, ik was er in eentje 2 dagen geleden, de slimme ICT, dat het ook steeds beter wordt verbonden met de wegen, met het spoor en dat die combinatie daarvan ons gewoon een unieke mogelijkheid biedt. En ik realiseer me, als ik dan weer even in het buitenland ben, want soms moet je ergens anders zijn om weer even helder te kunnen zien hoe het in eigen land gesteld is, ook hoe belangrijk het is om de verladers te blijven verleiden.
Want ook daar horen we natuurlijk steeds dezelfde verhalen. Ja, dat is natuurlijk wel een prachtig verhaal. Maar ja, we moeten van deur tot deur. Dus dat kan alleen maar met de auto en met de vrachtauto. En in de tussentijd gaan ze dus met z'n allen heel erg vast. En heel veel tijd te verliezen en heel veel kosten te maken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor hier. Uiteindelijk is het van belang om niet met je rug naar het water te staan. Om te keren, er naar te kijken. Kansberekening. Je moet uiteindelijk kijken of je een goede business case hebt. Daar gaat het uiteindelijk om. Je doet het niet alleen maar omdat het minder file oplevert, maar ook omdat het uiteindelijk uit moet komen. En dan kun je kiezen voor goed, duurzaam, efficiënt vervoer. Nou, gelukkig is die beweging er ook. Ik denk dat de meesten die hier zitten, die niet eens meer hoeft te overtuigen daarvan, want daarom zit u waarschijnlijk ook hier. Komt steeds meer in beeld bij de verladers en de logistieke dienstverleners. Ik heb in het verleden al een aantal grote partijen gezien. Een paar jaar geleden hebben we er nog een paar in het zonnetje gezet die die overstap gemaakt hadden. En dan komen er eigenlijk steeds meer bij. En Annette, je noemde er al een aantal. En ik ben niet zo compleet als jij, maar Heineken, Mars, Bavaria, Nutricia, Scania zijn bijvoorbeeld partijen die bewust gekozen hebben voor vervoer over water. En het is niet altijd vanzelfsprekend. Hoewel dat gek klinkt voor een waterland als Nederland. Soms zijn er ook wel best wat forse duwen in de goede richting nodig. En dat is ook omdat, dan komen we een beetje toch bij het verleden, de binnenvaart 25 jaar geleden niet echt bestond. De binnenvaart. En kijk, daar is de dansergroep. Er was geen gezicht, er was geen aanspreekpunt, er was geen goed imago. En ik lees graag een stukje voor uit het Vrije Volk, januari 1990. We hebben net al wat mooie historische beelden gezien, maar een citaatje uit die tijd. En het is een interview met de heer De Vries. Naar aanleiding van de campagne Vervoer over water, natuurlijk beter. En ik citeer. We hebben ons in de binnenvaart nog nooit bezig gehouden met hoe we overkomen. We zijn in deze sector allemaal wel met elkaar verbonden, maar we zijn ook altijd onderweg. En de individuele ondernemer profileert zich niet. En ik ben blij dat de bedrijfstak zich dat nu realiseert, omdat voor het eerst in de geschiedenis men elkaar nu gevonden heeft. Einde citaat. En het BVB voldeed ook aan de grote behoefte. Binnen een jaar waren er 1100 schippers en ondernemers sponsor van de BVB. En die oprichting markeert wat mij betreft ook een keerpunt. Want we zagen het al in de beelden, een periode van acties, betogingen, blokkade. En uiteindelijk werd dat vervangen door overleg, organisatie, professionalisering. En er is sindsdien heel veel verbeterd. Er is fors geïnvesteerd. Er zijn 1200 nieuwe schepen gebouwd. De helft van de vloot is vernieuwd. Het aandeel van totale transport is 37%. Dat is echt gigantisch. Ik denk dat we er echt uniek in zijn. Maar misschien nog belangrijker is het imago, is de imagoverbetering. De binnenvaart kreeg met de oprichting van de BVB een gezicht, een stem, een toegangspoort. Heel belangrijk vind ik dat de verladers advies kunnen krijgen. Denk aan het programma Maatwerkvoorlichting Binnenvaart, waar we ook aan meegewerkt hebben. Wat ik begrepen heb, heeft dat uiteindelijk zeker geleid tot 45.000 vrachtwagenladingen die van de weg naar het water zijn gehaald. Ja, dan kun je toch gewoon spreken van een succes. Nou, alles bij elkaar is die slag in die 25 jaar een hele grote slag gemaakt. Bureau Voorlichting Binnenvaart is van doorslaggevende betekenis geweest, zou ik willen zeggen, in de professionalisering van de Nederlandse binnenvaart. En ik ben nog niet helemaal klaar, maar volgens mij mag u daar voor uzelf en voor degene die het gedaan hebben best even een applaus voor geven. Het blijft een bescheiden sector hier. En natuurlijk heeft de economische crisis er ook flink in gehakt, dat weet ik. Er was sprake van overcapaciteit, te veel schepen, te weinig werk. Ik hoor gelukkig steeds weer betere signalen dat het in de sector beter gaat. Ik hoor het van de branche, ik hoor het ook van individuen. Ik begreep zelfs dat er met de Wereldhavendagen dat er geen enkel schip beschikbaar was voor een rondvaart. Omdat iedereen bezet was. En op zich is dat ook goed nieuws. Eigenlijk wil ik dat zo houden. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk om ook te blijven investeren. Ook van ons uit. Om die vaarwegen ook toekomstbestendiger en toekomstgerichter te maken. Maxima Kanaal is dit jaar geopend. De Zuid-Willemsvaart is aangepast. In Brabant is het tot aan Veghel met klasse 4 weer mogelijk om te bereiken. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in die nieuwe sluiskolken.
gebouwd bij de Beatrixsluizen. En daar onlangs ook nog even gaan kijken. IJmuiden, hoog nodig. Eefde, ook nodig om daar het een en ander te doen. Terneuzen, daar zullen we binnenkort ook weer naartoe gaan. Waar mogelijk worden deals gesloten met bedrijven. Dat hebben jullie zelf gedaan, hè, als organisatie. Maar wij doen het ook als ministerie, bijvoorbeeld in het programma Beter Benutten. Verlokken wij bedrijven om goederen over water te gaan vervoeren. En bij de Zuid-Willemsvaart hebben we bijvoorbeeld afspraken gemaakt met 16 bedrijven. Dat ze ervoor zorgen dat ze 600 vrachtauto's per dag uit de spits gaan halen. En die goederen over water gaan vervoeren. En dagelijks gaan er nu al 90 vrachtwagens met zand en grind het water op. Nou, en wel daarvoor doen wij weer investeringen in de infrastructuur. Slimme binnenvaart, werd er even iets over gezegd. Data van sluizen, bruggen, lichtplaatsen, maar ik denk ook nieuwe technologieën op de schepen. Het autonoom schip hebben we nog niet zo mee bezig gehouden. Mensen vinden de autonome auto al eng genoeg. Maar aan de andere kant is het helemaal geen gek idee, want er kan natuurlijk al ontzettend veel op dat vlak. De blauwe golf moet een nieuwe impuls krijgen. We hebben ons geconcentreerd op Noord- en Zuid-Holland en het Rotterdamse havengebied. En de komende tijd gaan we dat ook in de rest van Nederland doen. En ik denk dat dat uiteindelijk de binnenvaart betrouwbaarder en voorspelbaarder maakt. En dus meer gereed voor de toekomst. En het is ook belangrijk dat u ook die positieve ontwikkelingen in de binnenvaart blijft benutten. Duurzaamheid is altijd een sterk punt geweest. Jullie doen het inderdaad goed en tegelijkertijd is de doorlooptijd van schepen natuurlijk anders dan de doorlooptijd van auto's. Hè, waardoor je eigenlijk constant moet zorgen dat je ook een beetje vooruit blijft lopen. Ik heb hier nog net staan, het wegvervoer loopt achterstand snel in met de Euro 6 en Euro 7 motor. Maar ik kan natuurlijk helemaal niks meer zeggen tegenwoordig over hoe het zit. In ieder geval met bepaalde categorieën. Ik denk dat het belangrijk is om even op de eigen sector te richten in ieder geval. En het is belangrijk dat er schonere motoren voor de binnenvaart op de markt komen. Maar ook schone brandstof als LNG. Tot slot. De binnenvaart die kwam van ver. Is in 25 jaar denk ik enorme positieve draaien gemaakt. Er is nog steeds heel veel potentie. De grens van de rivieren is nog lang niet bereikt. We verbreden ze ook steeds. Wij zeggen dat het voor de veiligheid is, maar het is ook een beetje voor u. En er liggen ook nog voldoende kansen om verder te verzilveren. En ik denk dat er alle reden is om trots achterom te kijken, maar vooral ook de noodzaak om daadkrachtig vooruit te kijken. En ik wens jullie daarbij alle succes.